We zijn in het Rietveld Paviljoen in Amersfoort, waar ook van Gerrit Horst tot 5 april werk hangt. En natuurlijk hoort in een expositie over natuurfotografie ook macro thuis. Dus we waren blij met jouw voorstel. Waar kijken we naar? Zeker. We kijken naar een rozenbottel in verschillende vormen. En het mooie van macro is altijd dat je de foto, door de foto zie je anders naar de natuur. En mijn liefde voor de natuur wil ik laten zien door deze foto's. Ik heb deze foto's gemaakt op een dag dat ik met mijn camera op pad ging in Park Schothorst. En dat is een schitterend park waar zoveel verschillende dingen te fotograferen zijn als je het wil zien. Want jou interesseren dan de dingen die je er niet ziet als je er langs fietst, denk ik. Juist, heel goed gezegd. Het is bij macro vaak dat je het pas ziet als je goed door de lens kijkt en het ook ogen ervoor hebt om het te kunnen zien. En het dan met een mooie achtergrond tot een schilderij, een kunstwerk, dat moet het eigenlijk worden. Want het lijkt wel heel registrerend, maar eigenlijk bezit je ons ook te overtuigen van de schoonheid, denk ik. Nou, heel goed, want de schoonheid van de natuur, daar gaat het om. Dat het hoeft maar een klein pluisje te zijn wat door een bepaalde manier van fotograferen zo'n prachtig kunstwerk kan zijn. Want die overtuiging van mensen kijken naar die natuur en het bijzondere het is, die hangt hier een beetje in de tentoonstelling. Ja, zeker. Ja. Met al die natuurfotografen hier bij elkaar is het een prachtig geheel om te